Are you ready? Blijven zitten tijdens het draaien. Hele goedemiddag kijkers van Bostion. We zijn hier vandaag op deze mooie woensdag 8 augustus 2007. Laatste kermisdag in Rosmalen. En we gaan even een klein blikje nemen op deze kermis. Ja, het zijn al 4 gezellige dagen geweest vandaag, de laatste dag. We nemen u even mee en we gaan even een kijkje nemen op deze kermis. Elk jaar een traditie op de Rosmalense kermis. Natuurlijk de Polyp. We doen elk jaar weer goed. Vooral in de avonturen zitten we helemaal vol. Dat weten we elk jaar hetzelfde. 2 jaar geleden is hier nog de blower staan. Maar elk jaar natuurlijk een traditie. Hier op de Rosmalense kermis, de Polyp. Een leuk gokspel of niet? Is dit nou een leuk spelletje om te doen eigenlijk? Nee. Nee? Er zit zo wat te lachen, maar volgens mij is het... Hoe duur kost het nou eigenlijk om te spelen? 2 euro. En hoeveel munt heb je dan? Nou, in eerste instantie krijg je er 5 en dan moet je teruglopen en dan krijg je er meer. Maar je krijgt, hoeveel krijg je er normaal voor 2 euro? 12. 12, je krijgt er maar 5? Ja. En hoeveel heb je nou gekregen dan? 12. En dan laat die hangen. En laat die hangen? Dus het is eigenlijk niet echt veel eigenlijk? Nee, niet echt. Nou ja. We moeten even hier rond gaan lopen en zeggen dat hier ergens iets blijft hangen. Wat was er nou eigenlijk zo gezellig aan de Rosmalense kermis? Ja. Wat was er nou zo leuk aan de Rosmalense kermis? Ja. Ah ja, nee, daar vraag ik niet om. Is het gezellig hier om naartoe te gaan? Ja, alleen een beetje rustig. Ah ja, overdag en s'avonds is het toch wel heel leuk? Ja, s'avonds ben ik er niet geweest. Nee, maar ja. En wat vind je nou van dat de booster is gesloten? Dat maakt mij niet zo uit. Die houdt er niet van die snelle attracties? Huh? Houd niet van de snelle attracties? Oh jawel, maar ja, als het er niet staat dan niet, hè. Oké. Okay. Nou, bedankt en nog een fijne dag. Ja, graag gedaan. De primeur van Rosmalen is jammer genoeg gesloten. Hij is een paar dagen open geweest, maar hij is gesloten omdat er van de week een ongeluk gebeurd is in Frankrijk. Er zijn 2 zware wonden gevallen, of 2 zware wonden, ja, 2 doden. En van die 2 zware wonden is alweer 1 dode gevallen. Dus deze is jammer genoeg gesloten. Zijn er 4 dezelfde in Nederland op dit moment en die zijn alle 4 jammer genoeg gesloten. Dus heel jammer, het was een primeur op de Rosmalense kermis. Maar ja, helaas is dus gesloten wegens het ongeluk. We hopen dat hij binnenkort er open gaat. Ik denk dat het vanavond of vandaag niet naar uit te zien dat hij open gaat. Dus het is maar afwachten. Heel jammer. Ja, ook bekende mensen maken wel een rit. En zoals je daar al ziet, daar links van je, zie je daar Kabouter Plop lopen. Je kent hem wel natuurlijk van de tv. Je kunt hem wel een bekende man noemen, ja, eigenlijk. Zie je. Hallo mevrouw Kwebbel, wat vindt u nou van de kermis? Ik vind die heel leuk, ik ben al in de draaimolen geweest, ik heb al suikers mee gehad, ik heb een tootje gedokken, ik heb het niet veel op te noemen eigenlijk. Maar heel leuk. Er zijn natuurlijk heel lieve kinderen hier in Rosmalen. Heel lieve kindertjes, ik kan er geen genoeg van krijgen. Nou. Ik zal eens wat zeggen natuurlijk. Vanavond zijn we er weer, hè? Ja, gezellig. Oké, bedankt en nog heel veel plezier. Tot ziens. Doei.
is, so play it now. Throw the ball to get the scores, ride the wind and the prize is yours. I'm racing on the Arabian Derby, it's here, so play it now. Dit jaar op de Rosmalense kermis ook de grote spookhuis van Nederland, zullen we ze noemen. De rollercoaster zie je hier. Vooral in de avond wordt hij heel druk bezocht, kan ik zeggen. Dan staan die gewoon wachttijden, zoals gisteravond nog, heel druk bezocht. Overdag een beetje rustiger. Je ziet overdag lopen meer een beetje de ouders met kinderen rond. Vooral de familieachtbaan, zoals je ziet aan de linkerkant. Zingen, ja, ja, jippie, jippie, ja. Nou, zo gezellig aan de Rosmalense kermis? Zo gezellig? Nou, het publiek wat er is, hè, dat maakt het gezellig. En ook leuk voor de kinderen? Voor de kinderen is het heel leuk, voor de groten is het al een beetje moeilijker, hè. Ja, dat klopt, maar... Maar in de draaimolen, hè. Nee, maar daar is eigenlijk meer s'avonds voor, toch? Nee, s'avonds zijn wij niet op de kermis. We gaan hooguit met de kleinkinderen hier, hè. Daar zijn wij te groot voor de kermis, hè. Maar het is wel gezellig, moeten niet... Kijk, het is zeg maar elk jaar hetzelfde. Moet er niet keer iets veranderen of zo, wat u nou vindt? Ja, de viskraam is wel een paar jaar. Dat moet wat mis. Oké, nou een hele fijne dag nog. Ja, hetzelfde. Oké, bedankt. Dank u. Nou, wie wordt het? Moet eventjes wachten. Ze willen allebei niet op de camera volgens mij, maar we krijgen dadelijk iemand voor een interview. Hallo, loopt het hier goed op de Rosmalense kermis? Ah, mag niet klagen. Eigenlijk, je kunt wel zeggen dat je hier van 4 tot en met 8 augustus gewoon goed gedraaid hebt. Ja. Oké. En wat komt er hier vooral op af? Grote mensen, kleine mensen of... Gemiddeld. Vooral overdag kleinere kinderen, s'avonds de ouderen. Maar het is wel overdag en s'avonds eigenlijk gewoon even druk. Ja, overdag is rustig, s'avonds loopt er iets meer. Oké, nou bedankt. En we hopen dat het gewoon goed te gaan is. Is goed. Oké. Dit was weer de Rosmalense kermis. We hebben een blik aan te zien van de Rosmalense kermis. Ja, het was heel gezellig. Positieve reacties allemaal. Moet er iets veranderen? Nou, volgens mij niet. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.